Hoi allemaal. Wij hebben 2 weken niet geüpload. Dat is niet zonder reden. Jordi is 2 september opgenomen en 3 september geopereerd voor zijn nierspongoperatie. Was wel een geplande operatie. Dat klopt. En we wisten ook niet hoe het ging lopen, want dat is altijd maar de vraag. Wij hebben de eerste paar dagen hebben wij nog gevlogd. En hiervan gaan jullie nu wat beelden zien. We laten natuurlijk niet alles tot in detail zien. Want wij willen niet dat Jordi op een manier in beeld komt dat ik zelf ook niet op beeld zou willen komen. Dus ja, jullie gaan wel Jordi zien, maar misschien niet wat jullie verwachten, denk ik. Toch? Ja. Ik weet niet wat mensen van ons verwachten. Maar we willen het wel zo duidelijk mogelijk laten zien. En nou, die beelden gaan jullie nu eerst zien en dan gaan we nog wat uitleg geven. Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Wij zijn inmiddels gearriveerd in het ziekenhuis en we zijn ingeschreven bij het Ronald McDonald Huis. Dus ook dat hebben we allemaal voor elkaar gekregen. Jordi is nu net opgenomen op de afdeling. En dan gaan we even kijken hoe het verder gaat verlopen allemaal vandaag. Jordi ligt in het ziekenhuis te slapen. Dat klinkt zo cru, hè? Maar wij zijn hem eventjes... We hebben hem bij de duurste oppassers gelaten. Want wij moesten even het kamertje inruimen van ons. En ik zal eventjes het kamertje laten zien. Nou, hier kom je binnen. En dan zie je eigenlijk, als het ware, dit. Nee, is een grapje. Hier heb je een bureautje, een stoel, mooie ramen die lekker open kunnen, spiegel. En dan heb je hier een bed, nachtkastjes. En dan heb je hier je kast, die heb ik ook al ingeruimd. Een beetje Nielse spullen en aan de andere kant mijn spullen. Mijn spullen. En de houdbare spullen heb ik hier neergelegd. En dan heb je hier een deur zitten. Oh, daar hebben we trouwens ook een tv. Dan heb je hier een deur zitten. En dat is de badkamer. Een wc'tje, een douche. En dan een wastafeltje. Het lijkt eigenlijk op een soort hotel, maar je maakt gewoon alles zelf schoon. En je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen. Dus ja, daarom... gewoon eigenlijk gewoon ja, je thuis voor de komende dagen. En beneden laat ik niet zien, want daar zitten mensen altijd en zo. En ze hebben ook recht allemaal hier op privacy. En dus vandaar. Wij gaan heel eventjes een broodje eten. En dan denk ik dat we dadelijk weer een keer richting het ziekenhuis kachelen. En dan, kachelen, lopen. En dan gaan we even kijken hoe en wat. Er wordt ook nog bloed afgenomen van ons. In verband met een genetisch onderzoek is daar Niels. Mm-hmm. Hallo, praat eens mee. Dat is met een genetisch onderzoek, toch? Ja, volgens mij een verheersprong van onderzoek in de genen zit. Dus ja, we hebben de vorige keer al gezegd, te laat. Want hè, onze Kees zit er al in. Mm-hmm. Nou, ga je moe? Nee, je bent meer lui van dat je een ander ritme hebt hier. Ja. Normaal, hè? Ja. Nou, Jordi die heeft geslapen. Ze hebben controles bij hem uitgevoerd. Vanavond mag Jordi nog bij ons slapen in het Ronald McDonald huis. Jordi is nu juffrouw aan het kijken. Hij was doorgelekt. Hij had ineens zoiets van ik ga heel veel plassen. Dus hij heeft zichzelf helemaal ondergeplast. Maar ja, vanavond mag hij dus nog slapen bij ons. Wij doen hier wel gewoon eten op deze kamer. En dan gaan wij richting het Ronald McDonald huis weer. En dan... En misschien dat we zo nog even naar het speeltuin gaan, hè? Ja, kan zijn. Maar dan mag ik toch niet filmen. Dus als er geen kindjes zijn. Als er geen kindjes zijn, dan mag dat. Maar ik weet niet of dat verstandig is en alles. Dus dan gaan we allemaal even kijken. Maar tot nu toe verloopt alles eigenlijk wel een beetje zoals verwacht, toch? Nou. Wauw, lekker schommelen!
hadden we net bloed afgenomen. En nou mag je even schommelen. Wat ben jij aan het doen? Hierboven bij de dakterras. Bij de kinderafdeling hebben ze een dakterras. En daar hebben ze een lekker een speeltuintje. Voor als het mooi weer is voor de zieke kindjes. Het is eigenlijk best wel goed vertoeven hier, want het waait helemaal niet hard hier. Dus dat is eigenlijk best wel lekker. Wij zijn met Jordi op de kamer, want Jordi mocht een nachtje nog bij ons slapen. Hier staat zijn bedje al klaar. En hij krijgt nou een lekker flesje. En dan hopelijk slaapt hij lekker. Als hij niet slaapt, is dat zo. En hij is net ook lekker de douche even in geweest. En zodat hij nog schoon is, want we hebben hem nog moeten spoelen. En dan morgen om 8:30 moeten we in het ziekenhuis zijn. En hij staat voor 10:30, maar ze verwachten dat het waarschijnlijk iets eerder gebeurde. Dus ja. Dan gaan we lekker relaxen. Toch? Ja. Een hele goede morgen. Ik heb een koortslip. Die is aan het bonken. Gisteravond heb ik niet meer afgesloten. Ik was zo moe. Ik heb er helemaal niet meer aan gedacht. Ik ben uiteindelijk in slaap gevallen. Jordi heeft bij ons geslapen. En wij zijn ons nu aan het klaarmaken om naar het ziekenhuis te gaan. Zodat we dat gedaan hebben. En dat hij zo dadelijk onder het mes kan gaan. Dus we zijn bijna klaar en dan kunnen we onderweg. We zijn inmiddels in de kamer. En Jordi wordt lekker ongekleed. Nou, gaan we zo eens op pad. Ja, ik krijg hem natuurlijk nooit onder die deken, denk ik, hè? Nee. Nou, uit ik niet zo van warm. Oh. Hij mag nog heel even in je broos kijken. Precies, tot we weggaan. Ja, met je jurk. Ja, het gaat er niet mee. Konijntje gaat ook mee. Jumbo gaat zeker mee. Joes? Jumbo. Jumbo, komt hij van de Jumbo? Ja, hij komt van de Jumbo, ja. Kijk, zit op zijn kont. Niels is met hem mee, want die krijgt bij de anesthesie en zo is Niels erbij. En ik zit nu te wachten op Niels. En dan gaan we zo dadelijk heel even boodschapjes doen. En dan komen we heel snel weer hier terug. En dan gaat het beginnen voor ons. Ik heb wel zenuwen. Niels denk ik ook wel, maar ik ook. We zitten nu te wachten. Jordi is nu al 2,5 uur op de OK. En dan zullen we zo wel geroepen worden. Ja, ik hoop het. Hij ging in ieder geval, het ging in ieder geval heel makkelijk. Ze had van de anesthesie had juf Roos aangezet op de telefoon. Dus hij zat ernaar te kijken terwijl hij onder narcose ging. Dus dat ging eigenlijk allemaal vlekkeloos. Blij toe. Wachten dit heel lang.
zijn nu even wat aan het eten. Mijne staat nu in de magnetron. En Jordi is dus uit de OK. Mijn manneke had wel heel veel pijn. En heel veel last. En de anesthesist is net ook geweest en die verhogen iets over de pijnstilling voor zijn ruggenprik, hè? Ja, hij heeft een soort ruggenprik infuus. En dan, dan is de pijnmedicatie op de juiste plek. Ja. En die hebben ze nu 15% verhoogd. Ja. En hij kon nog hoger als hij heel veel last had. Maar dat is gewoon even afwachten hoe dat het loopt. Hij slaapt nu dus lekker. En we hopen dat hij ook gewoon lekker blijft slapen. Al is het maar dat hij even een paar uur extra rust heeft. Dan gaan wij nu eventjes verder eten. En dan kijken wat het ons gaat brengen. Een hele goede morgen. We hebben gisteren de ups en downs niet af kunnen sluiten. En ik denk dat ik gewoon een soort van weekvlogje of zo ervan ga maken. Want vandaag komt er ook geen vlog online. Wij hebben gisteravond zijn wij op een gegeven moment naar het Ronald McDonald huis gegaan. Ja, rond een uur of negen. Ja, en tegen 10 uur werden we weer opgebeld. Of we terug wilden komen. Want het ging niet goed. En zijn infuusje was gesneuveld. Hij had een dik voetje. En dikke been eigenlijk, tot aan boven zijn knie zelfs. Ja, dus het infuusje deed niet wat hij moest doen. Dus toen moest hij een nieuw infuusje. Hij is denk ik al 20 keer geprikt. Totdat op een gegeven moment de anesthesist zei van we gaan hem een roesje geven. 6 keer. Maar ja, maar als je alles gaat nakijken, dan kom je wel op 20 hoor. Mm-hmm. En hebben ze hem onder narcose gebracht en een infuus aangebracht. Ja. Een grotere infuus en een reserve infuus. Ja. Dus nou als het goed is, kan die voorlopig nog even tegen. Ja. Zodra hij de pijnstilling weer binnenkreeg en zijn flesje had gehad, toen is hij uiteindelijk in slaap gevallen vannacht. Ja, wij sliepen rond een uur of 2:30. Ja, tegen 3 uur, weet ik het. Op een gegeven moment had je geen tijd meer bij, hè? Nee. En hoe het nu gaat, hij is niet pijnvrij, maar hij kan het aan. Het is draaglijk. Ja, het is draaglijk voor hem. En, als hij echt gilt van de pijn, dan filmen we ook niet. Dus dat hebben we gisteren ook niet gedaan. En nou ligt hij lekker Boomba te kijken. En even afwachten hoe alles loopt enzovoorts. Ja. Komt allemaal goed uiteindelijk. Alles voor Jordi. Alles doen we voor Jordi. Hoi, het is nou donderdag. Het is nou 2 dagen geleden dat Jordi geopereerd is. Dit is trouwens zijn uitzicht. Of ja, eigenlijk dat van ons, want hij kijkt niet echt naar het raam. Daar ligt Jordi. Die is lekker een filmpje aan het kijken en een beetje aan het zeuren. Want hij heeft het zwaar. Want ja, je ziet er aan de buitenkant niet zoveel van. Maar hij heeft wel een behoorlijk zware operatie achter te kiezen. We zijn nogal een paar dagen in het ziekenhuis. Ja, als Mitsie geen ontsteking krijgt, want dan zijn we de pineut. Dus. Wat wil je allemaal vertellen, Jordi? Papa, had je foto. Kan er toch een lachje vanaf? Wat goed van jou. Ja, is reclame. Komt eraan. Hij ziet de telefoon en begint gelijk te lachen. Nou, dat is in ieder geval positief. Ja, en toen waren we gestopt met vloggen in die week. Ja, het was zwaarder als dat we van tevoren ingeschat hadden. Ja. Hij is een paar keer s'avonds laat naar het OK geweest om een infuus in te brengen. Onder narcose, omdat het na zo vaak prikken niet lukt. Klopt. Hij is nou ook helemaal bont en blauw. Hij is, ja, garen. Ze hebben zo vaak in hem geprikt dat er gewoon blauwe plekken zitten nu. En er is ook afgesproken dat in de toekomst, als hij voor langere tijd opgenomen zou gaan worden, dat hij dan een centrale lijn zou krijgen. Want ja, de adertjes van Jordi, die hielden gewoon geen stand op deze manier. Nee, en ja, het is ook best zielig iedere keer. Het was gewoon gillen, gewoon echt, ja...
was gewoon niet leuk. Laten we het daar even op houden. En dan, als je s'avonds om 1 uur in het ziekenhuis bent, dan naar het Ronald McDonald's voordat je slaapt. En de volgende ochtend gewoon weer om 7 uur op moet staan. Ja, dan heb je weinig energie meer over. Ja, want dat deden we dus wel. Wij wilden wel zelf eigenlijk alle voedingen geven aan Jordi. Omdat wij weten wat hij gewend is. En we wilden het wel zoveel mogelijk als soort van hoe we het thuis doen ook doen. Ging natuurlijk niet helemaal, want hij mocht de eerste tijd niet zitten. Dus dan moest het via het bed. Dus dan... Ja, we probeerden eigenlijk iedere keer als hij wakker was in het ziekenhuis te zijn. Als hij sliep, dan probeerden we ook onze eigen rust te pakken. Ja, dus vloggen op zich, ja, dat kon gewoon niet. Wat ze uiteindelijk hebben gedaan met zijn operatie? Ze hebben de laatste 18 centimeter van zijn darm eruit gehaald. Dat doen ze via zijn anus. En dan maken ze een sneetje in zijn navel. En dan duwen ze door de sneetje in de navel de darm naar buiten. En dan, dan maken ze hem weer aan het einde vast. Maar ze hebben een verkleving gevonden bij Jordi. En wanneer die verkleving is ontstaan, dat weet niemand. En die moest wel eerst weggehaald worden, want die zat aan zijn buikwand vast. De darm waar de verkleving zat, zat aan de buikwand vast. Dus dat moest helemaal netjes losgeschraapt worden. En al met alles is hij uiteindelijk 5 uur op de OK geweest. Ja, en achteraf hoorden we dat ze eerst ook 3 kwartier bezig waren geweest met zijn infuus. Ja. Dus, ja. Ja, dus al met al... Je had een infuus en een theatraal. Epiduraal. Epiduraal. Een epiduraal is een soort ruggenprik infuus, zeg maar. Dan laten ze de verdovende middelen op de plek waar hij pijn heeft naar binnen. Ja, zodat hij beter pijnbestrijding kan krijgen. Ze hebben dus 18 centimeter dikke darm met endeldarm verwijderd. En dat ging eigenlijk allemaal wel goed. Alleen op... Na 2 dagen werd zijn poep hard. Ja, woensdag was het eigenlijk al niet helemaal goed meer. Toen zeiden wij al, want ze hadden hem van de voorlax afgehaald, van is het niet verstandig om meer voorlax te geven? En daar zijn ze uiteindelijk ook mee akkoord gegaan en toen kreeg je dat weer. En toen is hij woensdagavond, donderdag, zoiets, is hij gestopt eigenlijk met de ontlasting. En toen hadden ze zoiets van, dat klopt niet helemaal. Toen bleek dat zijn ontlasting eigenlijk best hard aan het worden was. Maar ja, ze mogen niet zijn anus in, want daar zitten dus al die hechtingen die ze hebben gezet. En omdat dus onder andere hij zoveel druk en alles moest zetten, is er een absces gesprongen. Want er bleek een abscesje te zitten op een van de plekken waar de hechtingen zaten. En hij bleek ook die darmbacterie te hebben. Ja, toen hebben ze hem antibiotica gegeven, want hij kreeg ook ineens hoge koorts. Ja, ze hebben donderdags nog niks gedaan, maar ze zijn wel al testen gaan doen van wat zijn de waardes en alles. En vrijdags hebben ze besloten om hem toch aan een zware antibiotica te zetten. Maar ja, iedere keer sneuvelde weer infuusjes, dus dan moest weer of een kinderarts komen of iemand van de kinder-IC. Of hij moest weer naar de verkoevelkamer om vervolgens onder narcose te moeten voor het infuusje te laten zetten. Dus we hebben dit eigenlijk in de tijd dat hij in het ziekenhuis heeft gelegen vaker gehad. En ja, dat is gewoon hartverscheurend. Het is gewoon, ja, dat is niet leuk om mee te maken. Ik ben ook zelf, daarmee ook een paar keer eruit gestapt. Gewoon dat ik zei van, ik wil dit niet zien. En dat is niet omdat ik mijn ogen sluit, maar Niels kan dit beter als mij. En hij heeft een van zijn ouders nodig, dus dan kan Niels beter de sterke zijn, omdat Niels dat beter kan handelen. Zo is het eigenlijk. Ja, ja, en dan zit je in het radboud. En dan, ja, trauma heeft altijd voorrang. Dus dan zit je soms maar 1,5 uur langer te wachten. Ja. Maar ja. En dat is ook niet erg, hè? Want nee. Als wij met een trauma zouden zitten, zouden wij ook voorrang willen. Dus dat is niet het ding waar wij ons eigen druk of zorgen om hebben gemaakt. Maar ja, het is wel even op dat moment balen van shit, hij moet wel die antibiotica hebben en hij moet wel dit en hij moet wel dat infuus hebben. Want eten deed hij ook niet heel goed op dat moment. Zijn flesjes wel, maar de rest eigenlijk niet. Dus ja, ze zijn met die zware antibiotica kuur uiteindelijk begonnen. En zondags hebben ze bloed afgenomen
En daaruit bleek dat de waardes van de ontstekingen met de helft al gezakt waren. Dus we wisten, die antibiotica doet wel wat. Maar ja, het was nog steeds niet zoals je hem wou zien, hè? Nee. En jij bent 's maandags gewoon weer gaan werken. Dus ik had op de momenten dat Niels er niet was, dat is dus overdag, had ik gewoon de volle zorg over Jordi. En het is niet dat ik dat niet wil of zo, hoor. Maar het is wel zwaar. Want je bent op een andere plek. Je verzorgt hem niet zoals je thuis gewend bent natuurlijk. Want je bent in het ziekenhuis. En hij heeft gewoon heel veel pijn. En hij heeft ook een traumaatje opgelopen. Dat op het moment dat als die luier al open gaat, dat hij dus al bang is van, oh, ze gaan wat doen. Terwijl, ja, hij poept op dit moment bekant ieder uur al iets. Dus die luier moet gewoon verschoond worden. Dus je bent eigenlijk continu in gevecht met hem. Van, ja, maar die luier moet ik verschonen. Dus ja, het zal toch moeten. Dus ja, op zich had ik toen geluk dat ik nog, ja, de beste hulp had. Dus de verpleging. En die konden mij toen helpen. En ja, op het moment dat Niels er dus niet was en ik hulp nodig had, ja, dan helpt de verpleging je. Dus dat was dan wel weer een voordeel. Alleen ja, je verzorgt hem niet zoals je thuis gewend bent. Plus, hij heeft een aantal fobieën overgehouden. Hij durft niet te gaan zitten. Hij kon gewoon zelfstandig zitten. Maar dat durft hij nu niet. Dat durft hij nu alleen in zijn stoeltje. Zelfs in de buggy durft hij niet te zitten. Want dan gaat hij met een bolle rug zitten. Een holle rug. Een holle rug zitten bedoel ik. En ja, het is allemaal een beetje tegengevallen voor ons. Niet dat wij veel verwacht hadden, hoor. Helemaal niet. Maar het is wel tegengevallen. Ja, ja, donderdag kwam dan de dag dat we uiteindelijk weer naar huis mochten. Ja, ze hebben woensdag hebben ze de katheter verwijderd en de infuus. Want hij plaste dus ook niet goed. Dus ze hadden de katheter weer teruggeplaatst. En die is uiteindelijk woensdagochtend uitgemogen. En hij is gelijk gaan plassen. Dus wij hadden echt zoiets van, yay! Want dat betekende dus dat naar huis gaan meer in zicht kwam. Ja. En donderdag mochten we dus eindelijk naar huis. Ja, ja. En toen ik ben Mandy en Jordi opwezen halen tijdens mijn werk. Ja. Daarna ben ik weer gaan werken. En toen ik thuis kwam, toen merkte ik echt een hele andere Jordi. Echt weer een beetje vrolijk. En ik kreeg gelijk een kusje van hem. En hij zat met zijn beentjes te wapperen. Ja, hij was wel echt heel vrolijk. En je merkte ook wel dat hij last en pijn heeft, hoor, dat merk je wel. Maar hij was echt weer blij om thuis te zijn. Net zoals ik en net zoals Niels. We waren gewoon wel blij om thuis te zijn. Ja, je kan weer in je eigen bed slapen. En dan vragen jullie misschien af van waarom zijn jullie toen niet weer begonnen met vloggen? Wij waren alle drie moe. Wij hebben echt heel veel geslapen, heel veel gerust. En het is nu ook zondagavond dat we dit opnemen. Jordi ligt in bed. En ik zei tegen Niels van, goh, ik wil morgen toch wel weer beginnen met vloggen eigenlijk. Dus we moeten iets, we kunnen niet zomaar weer beginnen met vloggen. Dus we moeten wel een soort van uitleg geven. Ja, hoe het verder met ons gaat, we zijn nog steeds moe, toch? Ja. Het heeft wel wat met ons gedaan, laten we het daarop houden. Het gaat je niet in de koude kleren zitten. Nogmaals, we vertellen niet allemaal in detail. Heeft geen nut. We gunnen het niet een ander om beelden te zien die gewoon hartverscheurend zijn. Het is zwaarder geweest dan dat mensen zullen inschatten. En dat is prima. Prima. Het is voor onze ogen gebeurd en wij hebben het meegemaakt. Dus zolang wij maar weer goed zitten. Chirurg zijn nog, volwassenen, die deden nog niet eens een poging om te zetten. Nou joh, die dat wel doet. Ja. Het was zo, maandag zei ik tegen de chirurg van, nou, ik wil eigenlijk toch wel dat hij enigszins wat gaat zitten, al is het maar een kwartiertje. Ik zeg, want ja, daar moet ik dadelijk thuis ook, dus waarom nu niet al? En daar zijn ze mee akkoord gegaan, dus ik heb hem eerst een half uur gerust moeten stellen voordat hij überhaupt zijn soepje kon eten, bij wijze van. Dus dat geeft wel aan wat voor een impact het had op Jordi, deze operatie.
Hij heeft een paar fobieën, dus overgehouden zoals ik al zei. En daar moeten we aan gaan werken dat die langzamerhand gaan verdwijnen. En ja. Nou, we doen gewoon ons best. Meer kunnen wij niet doen. En ja, vanaf morgen ga ik dus weer vloggen. Wij gaan vanaf morgen weer vloggen. Wat we precies filmen, dat weet ik natuurlijk niet. Ik zal niet zeg maar op het moment de camera erbij pakken als Jordi een pijnmoment heeft of een angstmoment of net wat. Dat zal ik niet doen. Maar ik zal wel gewoon zo goed mogelijk weer ons leven willen vastleggen. En ja, dat is eigenlijk wat we willen. Jullie zullen in ieder geval niet merken dat, ja, dat het zeg maar een hele impact is geweest. Dat zullen jullie niet 1, 2, 3 gaan merken. Op naar een nieuwe week, nieuwe ups en down. Ja, en hopelijk weer het normale veilen en zeilen. Ja, dat hoop ik wel. Nou, bij deze, zoals we meestal afsluiten, is bij deze sluiten we deze ups en down af. In dit geval is het een extra ups en down. Want ja, we hebben niet echt gevlogd. We hebben nou meer verteld. En ja. Tot de volgende. Tot de volgende. Wel trusten allemaal. Wel trusten.